Mijn naam is Terrel, ik ben 25 jaar, woon dus bij Knisse. Ik heb meegedaan aan het boek Gezichten, Onzeker Bestaan. En daar wil ik graag, heel graag mijn verhaal delen, hoe ik mijn leven eigenlijk een beetje is gegaan. Hoe is mijn jeugd gegaan? Ik heb huishoudelijk geweld meegemaakt, dat was een best wel een nare ervaring. Vervolgens heb ik heel vaak moeten verhuizen. Mijn leven is lang eigenlijk zonder vader opgegroeid, vervolgens. Ik heb met justitie te maken gekomen omdat ik zelf agressieproblemen had. Stomme dingen helaas gedaan. Dat had een beetje ook te maken met de buurt waar ik woonde. Dat is ook best wel een criminele buurt. Dat heeft mij ook best wel getriggerd natuurlijk, omdat ik zulke vrienden ook had. Ik kwam in aanmerking eigenlijk met schulden. Dat kwam eigenlijk door een beetje mezelf. De situatie tussen mij en mijn ex-vriendin. Ik was al op straat gezet en ik had zelf niet veel. Ik heb toen moeten keuzes maken van zet ik eten op tafel of niet. En ja, dat ging maar zorgen dat ik mijn zorg niet betaalde eigenlijk. Ik voelde mezelf niet op mijn gemak. Ik zat zelf altijd te denken van ja, ik moet nu alleen maar werken. En ja, zo probeerde ik eigenlijk toch mezelf een zeker bestaan eigenlijk te geven. Bij Stichting Jong ben ik terechtgekomen. Dat is een stichting voor jongeren die problemen hebben. Dan hebben mij geholpen om een kamer te krijgen. Hebben geholpen mij om mijn schulden een beetje op het rijtje te zetten. En vervolgens ben ik zelf gaan bouwen eigenlijk om ja, zo schuldvrij te komen. Ben ik nog niet hoor, trouwens. We zijn nog aan het werk. Het ging goed, toen ben ik mijn baan verloren. Vervolgens ben ik nog een keer mijn baan verloren, want ik had 2 banen toen. Toen heeft mijn begeleider gezegd van ja, misschien kan je bij het traject werken. En daar heb ik 2 jaar lang gewerkt eigenlijk. Ja, het gaat nu wel redelijk. Ik ben eigenlijk meer op zoek naar een baan nog. Wel een beetje in hetzelfde werkveld, ook met jongeren helpen. Maar het gaat de goede kant op. En mijn gezin woont ook bij mij. Dat is gewoon heel fijn eigenlijk. Wat ik al eigenlijk eerder ook in het boek heb gezegd is dat ze wat meer de problemen, zeg maar, dat er al is, wat meer de oplossingen moeten brengen naar het begin. Er zijn nu bijvoorbeeld boekjes als je schulden bent, als je 18 hebt en je hebt schulden waar je naartoe kan. Maar eigenlijk is dat wel nodig als je al 12 bent, 14. Hoe de gemeente mij had kunnen helpen of de overheid. Het is niet dat ik bijvoorbeeld zeg dat je elke week naar jongeren moet omkijken, maar misschien even na 2 maanden kijken, hey, hoe gaat het bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld bij de gemeente. Of een brief sturen om de half jaar van, hey, dit zijn de regels nu. Als iemand mij had geholpen, denk voordat ik dakloos was, was dat wel echt. Ik denk dat het de rest van mijn leven wel heel anders eruit zal zien dan nu. Maar ik ben ook heel blij waar ik nu sta eigenlijk. Dan hebben we toch wel wat ervaringen meegebracht. En dat kan ik meegeven aan mijn kinderen.